In deze zaak zijn we op zoek naar de dader van een overval op Cafetaria De Gender aan de Dorpsstraat in Veldhoven. Deze zaak is al 2 keer overvallen dit jaar. De eerste keer in januari en nu dus weer op vrijdagavond 21 maart. En we hebben bewakingsbeelden waar de dader op staat. Tegen 9:30 loopt een man met een bivakmuts en een opvallend groot mes de zaak binnen. Er zijn op dat moment geen klanten. De medewerkster komt van achter in de zaak en denkt eerst nog dat zij een gewone klant binnen hoorde komen. Maar zodra ze het enorme mes ziet, beseft ze wat er gebeurt. Ook al blijft de dader erg rustig, er wordt bijvoorbeeld niet geschreeuwd, de dreiging van het grote mes is genoeg. Kijkt u even goed naar zijn kleding en het mes. Het lijkt wel een soort...